Wij zijn in 2013 verzelfstandigd en zijn nu een commercieel NV. Onze klanten zijn voornamelijk de offshore olie en gas. En wij zijn de belangrijkste haven waar het betreft operation en maintenance. Kooipunt 3, dat is een bedrijventerrein aan de zuidkant van Den Helder. Het ligt niet aan het water, maar het is wel een plaats die heel belangrijk is voor de zeehaven. In de haven zelf willen we bedrijven die gebruik kunnen maken van de diepte. Als je kijkt naar Kooipunt 3, dan willen we daar echt bedrijven hebben die geen water nodig hebben, maar die wel van toegevoegde waarde zijn in de hele supply chain. DHSS is een scheepvaartagentschap. Ik zie zelf Kooipunt, zelf als industrieterrein, als de logistieke hub voor wat er in de haven allemaal gebeurt. Om een goede partner te zijn voor de offshore industrie is het van belang dat je een aantal dingen hebt. Dat is natuurlijk een haven met een goede ligging. Wij zijn zo gepositioneerd in afstand dat wij de kortste route hebben naar de olieboorplatformen. En waardoor we een hele efficiënte logistiek kunnen opzetten. Daarnaast een airport die heel belangrijk is. We vormen eigenlijk een duo wat dat betreft. Wij zijn een van de grootste offshore helikopterluchthavens van West-Europa. En wij vervoeren hier dagelijks passagiers van en naar de olie- en gasplatformen op het Nederlands deel van het continentaal plat. Dus wat wij door de lucht doen, dat doen zij in het groot met vracht via het water. En ja, dat versterkt elkaar op velerlei gebieden natuurlijk. Wij denken zoveel mogelijk mee en luisteren zoveel mogelijk naar de markt wat nodig is. En kijken wat er voor vragen in de markt zijn en proberen ons daar flexibel in op te stellen. Door de verzelfstandiging van de Port of Den Helder zie je dat we veel flexibeler acteren in Den Helder. Dat de samenwerking verbeterd is. Dat je de ondernemers meer de kans hebben om zich te laten horen en dat het ook vertaalt in de plannen die de poort maakt. Ja, wij hebben veel contact met Port of Den Helder. Dat zijn reguliere overleggen, maar ook constant aan het kijken of we de samenwerking kunnen verbeteren. Dus wat dat betreft zijn we van alle markten thuis.